Deze film is 50 jaar geleden gemaakt door Kees van de Heuvel en Jan Wijnalds. Dit naar aanleiding van de opening van een nieuwe kantine bij de voetbalvereniging Smitshoek. Ik ben Kees van de Heuvel en ik ben Jan Wijnalds. Toen we die film maakten waren we jong en enthousiast en kijken nu met verbazing terug hoeveel er in die tijd door al die vrijwilligers tot stand is gebracht. Kees van der Meer met extra stoelen voor de opening. Piet Wijnalds met de vrachtwagen van mijn vader. Die komt de drank brengen voor de openingsfestiviteiten. De eerste bloemen worden bezorgd waarschijnlijk van bevriende verenigingen. Gebak door Bakkerij de Korenaar. De nieuwe kantine ruim 2 keer zo groot als de vorige. De eerste bezoekers voor de feestavond komen eraan, we weten Jacob Noordzij, Kok Rauwer, de oude notenboom. Een luster groepje, de Mounties, Piet van der Linde en Aad Verschuren, de huisschilders. De eerste bobo's arriveren. De voorzitter en de hoofdaannemer van die tijd, Wim van der Vorm, met hun respectievelijke vrouwen. Wim zal eens eventjes inspecteren of het werk allemaal goed is. Zo te zien is Irma tevreden over hem. Cor Brouwer zal ook nog even zijn zegje zeggen. Barkeeper in zijn nette pak. Piet Gouw met Leen van de Heuvel, vader van Kees. En daar loopt onze voorzitter van die tijd met de speech voor de avond. Kampioensvlag met een D, foutje. Penningmeester Gerrit Boer met zijn vrouw. Kees Berkelaar, de trainer toen de tijd, oud-voetballer van het CVV, met zijn legendarische uitspraken: als je niet op doel schiet, win je niets. Rinus van der Vorm met zijn welbekende sigaar. Jan Wijnalds als ober. Willem Woudenberg, Jan Roos alias Casios en de oude van Doesburg, vervent duivenliefhebber. Jan van de Jacht en Ad Barendrecht. En de speech van de voorzitter. Piet in afwachting van de drukte die komen gaat.
Kees van der Meer aan de afwas. Frans Stolk, Joop Notenboom, Pinus van der Vorm, Willem Woudenberg, mijn vader, Leen van de Heuvel, Jansen schoonvader van der Hoeve, allemaal eventjes druk bij de bar om een drankje te halen. De jeugd van Smitshoek, Henny Schaap en Kees Groeneweg. De vriendin van Kees, Anneke. En de prijzenkast uit die tijd. Door de leeftijd van de vereniging is het nog een zuinige prijzenkast. Smitshoek in die tijd voorzien van een mascotte, de uil. Hier de goed geoutilleerde keuken van Smitshoek in die tijd. Ze waren zelfs al op tijd. De bestuurskamer was nog niet gereed op dit moment van de opening van de kantine. Daar moest nog heel hard aan gewerkt worden. Het programma van Smitshoek van 19 november. Glaasje op, laat je rijden was toen ook al populair. Piet nog even drank bij wezen halen. Volgens mij is het slecht weer. Hij kijkt zo zuur. Tot ziens.